Twee jaar geleden heb ik Chris Olbrand ontmoet, de componist van dit werk, wat we gaan uitvoeren. We hadden een gesprek over muziek en hij kwam met hele mooie teksten van Beatrice van Nazareth, De Zeven Manieren van Minnen. En hij heeft een heel prachtig werk geschreven voor zang, harp en viool. Ik ben Lisbeth Vreeburg en ik speel dit samen met Johan Olof, violist, en met Els Mondelaars, zangeres. Beatrice van Nazareth, die is 750 jaar geleden gestorven en dat was een kloosterzuster in het Vlaanderen van de 13e eeuw. En zij was een heel begenadigde zuster in de zin dat zij heel gelovig was uiteraard. Maar dat geloof ook kon verwoorden en dus tot uitdrukking brengen. Wij spreken gewoon over gelovig of niet gelovig, maar als we dan die tekst lezen, dan komen we op een heel ander terrein, dan komen we op het terrein van de liefde terecht. De liefde tussen God en mens, en dat opent direct heel veel perspectieven.